Dit is Ricky van den Berg, topscorer in de Gouden Gidsdivisie met al 5 treffers in 4 wedstrijden. En Spangen heeft er zin in, want het gaat goed met Sparta aan het begin van deze competitie. Het is een lekker lopende aanval van Haarlem met Arturo ten Heuvel. Die wegelt de studio Kokmeijer, dat is het schot van ten Heuvel. Koorman in 2 instanties voordat Kokmeijer erbij kan komen. Het schot van deze ten Heuvel. Schuur hoopt op een beetje meer tempo van zijn ploeg, maar voorlopig is het een tempootje in de achteruit. Want de volgende kans voor Haarlem, Jeroen Ketting, biedt zich hier alweer aan. En weer Koorman. De beginfase is zo waar voor de gasten uit Haarlem. Nascimento vraagt te komen. Hoevermans is een mooi balletje doorgetikt op Levchenko. En de bal op de paal is de eerste serieuze kans van Sparta door Levchenko. De bal van achteruit kwam van Nascimento. En Koevermans tikt door Levchenko met deze mogelijkheid. Sterk gespeeld. Van den Berg alleen op de keeper af. Van den Berg met, jawel, zijn 6e van dit seizoen. En in de 16e minuut maakt Van den Berg 1-0 voor Sparta, waar de kansen in het begin voor Haarlem waren. Maar de laatste minuten is het initiatief voor Sparta. En de voorsprong evenzeer, want Van den Berg langs keeper Heijblok 1-0. Dat is een lange trap van achteruit richting Beckham. Mendes da Silva. Kans voor het schot van Imkes. Legt terug op Mendes da Silva. Weg in handen van Heijblok. Maar na een haperend Sparta begin ziet dit er allemaal goed uit. Mendes da Silva, ja, de bal terug natuurlijk. Mendes da Silva van den Berg loopt ook mee, maar krijgt hem niet. Omdat Heijblok daar nog net aan kan zitten. En vervolgens is het Vermolen die bal wegspeelt. Alweer een kans voor Sparta. Inspeler is van Haarlem aanvoerder Menno Willems. Maar zo dwingend naar voren als Haarlem in het begin kon spelen, kunnen ze al lang niet meer. Sprintduel wordt in tweede instantie toch verloren. Nou, Van den Berg, nee. Dat weet hij zelf ook. Het grote gapende gat waar die bal moeiteloos in had gepast. Maar toch schuift Van den Berg hem naast. Als je wint heb je vrienden en dus is Jules Deelder ook op bezoek op Spangen. Van Toor. Vermolen. Heel simpel. Schenkel die voor zijn man kan komen en de lange bal kan versturen. Van den Berg, Vermolen, Van den Berg en de overtreding. En de strafschop voor Sparta. Wijst gedecideerd naar de stip en Vermolen vraagt zich nu af, oké, je krijgt een kaart, maar hoe kleurt hij? Hij kleurt rood, dan zal de uitleg van Blom zijn, een doorgebroken speler. En daar is wat voor te zeggen, want het was Van den Berg. Hoe dicht keeper Heijblok er inmiddels ook bij kwam, Van den Berg was er door. En dus is dit volgens de regels een rode kaart voor Vermolen. En de strafschop voor Sparta. Koevermans. Hij loopt de verkeerde kant op en Sparta op 2-0 voor. Kopstootje richting de paal van Koevermans. Het is een derde treffer van het seizoen. Hij loopt dus een beetje achterop Van den Berg. Maar het staat 2-0 en voor Van den Berg is de wedstrijd na de overtreding van Vermolen afgelopen. Nascimento, beweging aan de buitenkant met Beckham die goed wegstart. Heel simpel, twee mensen die kruisen voorin. Koevermans in de eerste paal. Och, het is zo makkelijk. Hij vertelt, maar hoe voer je het uit? In dit geval dus heel goed. Beweging aan de zijkanten. En de mensen voorin die kruisen. Koevermans naar de eerste paal. En heel mooi, bekwaam, kwiek, snel afgerond. En daar weer het kopstootje richting paal 3-0. Nascimento. Schachenko. De overtreding is er van Ketting. Even wat. Nu gaan we vervelend doen ook. En dat betekent dat Blom, wel dat zijn de nieuwe regels, beide heren Levchenko en Ketting met geel bestraft. En Ketting heeft het idee dat hij er met rood af moet voor 2 keer geel. Maar ja, dat heeft verder niemand in de gaten, dus mag Ketting gewoon door.
Hoogmeijer. En het balverlies. Ketting, ook hij komt niet aan de bal. Dit is Mustafa ingevallen bij Sparta. Mustafa en de oudspeler van Vitesse was dichtbij 4-0. Van Toor. Ja, de beginfase van Haarlem was goed, maar deze fouten kun je niet permitteren. Want dit is Koevermans, die zoekt de poort, maar vindt hem niet. Ja, vindt hem gesloten. En alweer een kans om de score uit te breiden. Goed doorgekopt. En daar moet dan toch wel eindelijk eens keer de 4-0 aankomen. Kent Cecilia, maar ook hij doet niet wat een aantal collega's als Mustafa en Koevermans ook al niet deden. Namelijk gewoon die vierde binnenprikken. Wel nog de corner. Keeper laat de bal liggen. Mustafa. Mustafa, goed schot. Maar op de lat. Sparta speelt leuk. Sparta wint, maar wint wel met te weinig.